Miguelis Antoni, gefeliciteerd. Een 1-0 overwinning hier bij RKC na een uiterst spannend duel. Ja, ja, zware wedstrijd. Maar het zijn wel de mooiste overwinningen. En als je het zo beleeft, misschien moet je voor vanavond even het voetballen opzij zetten. Het ging om de beleving en karakter, samenwerken, wat we een beetje... Ja, waar we niet heel erg scherp in waren, einde van vorig jaar, begin van dit jaar. Maar de teamgeest begint terug te komen en dan zie je dat je toch, al ben je misschien niet de betere ploeg op het veld in fases van de wedstrijd, dat je toch staande blijft. En dan sleep je wel 3 punten weer mee naar Almere. Ja, want voetballen was het misschien niet altijd even best, maar er is echt gevochten voor iedere meter, hè? Ja, ja, en dat moet de basis zijn en nu moeten we gaan hard werken om ook... beter aan de bal keuzes te maken, want er waren kansen genoeg. Alleen constant net niet de juiste keuze. Maar ja, we komen van heel ver, hè, van heel diep de afgelopen maanden. En het is nu lekker om even weer boven water te komen. En nu gaan we focussen om aan balbezit ook beter de wedstrijd uit te spelen. Wat is in jouw optiek het belangrijkste winstpunt van deze avond? Ja, winnen leer je door winnen, zeggen we in Italië. Zeg je? Winnen doe je of leer je door middel van winnen. En vandaag heb je laten zien dat je, als je met een bepaalde geest blijft spelen, dat we niemand voor niemand bang te zijn. RKC was de team in vorm. 2 weken geleden was Roda de team in vorm. Ja, en toch blijf je staande. Ook in momenten dat je niet helemaal in de wedstrijd zit. Maar als team blijf je staan en weer de nul gehouden. Het is best gek hoe het soms kan lopen. Je had een hele sterke periode in het begin van het seizoen. Daarna dus inderdaad een fase met eigenlijk nederlaag op nederlaag. En nu win je er weer 3 op een rij. Ja, maar ja, dat is een beetje deze competitie. Je zit allemaal zo dicht op elkaar. Als die 2 schoten van RKC niet op de paal gingen, hadden we nu een heel andere wedstrijd beschreven. En soms zit het mee, soms zit het niet mee. Soms dwing je het zelf af. Waarschijnlijk dwing je het nu net die een paar millimeter extra af, waardoor de tegenstander niet veel op goal kunnen schieten. En nogmaals bleek in deze competitie dat het belangrijkste is. Ik denk dat je op deze manier met een fijn gevoel richting NEC kan gaan toewerken. Ja, winnen is altijd goed. Morgen ga je met een heel andere spirit weer trainen. En we weten dat het heel veel beter moet. Want we hebben het al gezien. Hè? Dus dit is niet genoeg om constant altijd de 3 punten. En wij willen nog graag heel vaak 3 punten halen, want we willen die play-offs. Dus morgen gaan we weer bij elkaar zitten en we hebben als regel dat we na elke wedstrijd 2 verbeterpunten meenemen waar we op willen werken. En dan gaan we morgen meteen aan beginnen.